Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag ga ik jullie weer iets heel leuks laten zien. Je kunt het pakket bestellen. Wil je dit bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dit pakket is in elk gewenste kleur te bestellen. Dus wil je iets anders, een andere kleur dan wat ik vandaag maak, dan kun je dat erbij aangeven. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dat kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan gaan we gauw aan de slag. Aan het eind van deze video hebben jullie nog een winactie van mij te goed. Dus heb je meegedaan aan de winactie, blijf dan vooral kijken. En wil je geen winactie meer missen, abonneer dan eventjes. We gaan vandaag aan de slag met deze potjes. Je kan ze bestellen in een beetje het grijzige en gebroken wit. Ook heel erg mooi, die zal ik jullie ook even laten zien. En dan is dit de gebroken witte versie, ook heel erg mooi. En dat maken we ook in setjes van 2. Allereerst doe ik er even wat folie onderin. Hij is van binnen ook bewerkt, maar ik doe het altijd even voor de zekerheid, omdat ze vaak niet 100% waterdicht zijn. En dan laat ik 1 heel blok erin zakken en 1 blok. En daar heb ik echt zo'n klein stukje van afgesneden. Dus die is net iets korter dan die andere. En het overige plastic knip ik er even af. Dan haal ik het blok er even weer uit. En wat we dan doen is dat we aan de bovenkant doen de aspiristra blad. Je steekt het aspiristra blad aan de zijkant in en je rolt hem er helemaal omheen. Zodat het aan alle kanten bedekt is. En dit zetten we even vast met een krammetje. En ik zorg dat dit er mooi strak omheen zit. De bovenkant vouw ik eventjes om. En je pakt het als het ware in als een cadeautje. En dan laat je hem er weer inzakken, maar met de aspiristra aan de bovenkant. En het overige plastic kun je dan terugstoppen. En dit doe je ook met het hoge blok. Stop ik hem er even weer in en kijk ik of er nog oase zichtbaar is. Dit is nog het geval. En dus dan doe ik ook aan die kant nog eventjes een extra aspiristra blad. En die zet ik er gewoon net onder. En voor de rest doe ik precies hetzelfde. Ik wikkel hem als het ware gewoon omheen en zet hem dan eventjes vast. En dan laat ik hem er weer inzakken. Dus werken met hoogtes. Ik heb hele mooie aconieten. En die stop ik ook aan deze kant. Deze mag voor mij wel iets korter. Dat je echt een beetje het hoogteverschil blijft zien naast elkaar. We maken het dus als setje op. Dus ook deze verwerk ik in de hoogte. Mooie scabiosa. Zoals je ziet steek ik de ene net wat hoger op dan de andere. Je kan natuurlijk ook 2 gelijke maken, dat is ook leuk. Maar ik vind het leuk om met hoogteverschil te werken. Mooie asters. Zuiderwindlelie, deze stik net iets korter. En dit herhaal ik aan de andere kant.
Let goed op dat alles mooi zijn ruimte krijgt. Dan prachtige witte Lysiantus. En deze verdeel ik in het stuk. En dit doe ik ook aan de andere kant. Dus ik maak elke keer eigenlijk twee keer dezelfde. Alleen de ene maak ik net iets hoger dan de andere. Dan mooie papaver. En deze werk ik terracotta erin. Mooie limonium. En je zult zien dat ze aan beide kanten heel erg mooi zijn. Dus zowel aan de achterkant als aan de voorkant. En de limonium verdeel ik mooi in het stuk. Ik vind deze kleurencombinatie heel luxe. En passend. Super leuk, zo twee setjes bij elkaar. Je hebt de hoogteverschil, dat doet ze hem echt. Dan mooie witte roosjes. En ook deze snij ik goed schuin aan. En steek ik dan op verschillende hoogtes in het stuk weg. Aan beide kanten zorg ik dat het mooi is. Zodat je het eigenlijk op elke gewenste plek kan neerzetten. En onderin het stuk werk ik nog wat korte Lysiantus weg. Ik probeer het stuk echt heel mooi luchtig te houden. Door mooi luchtig te steken. Mocht er nu nog oasen zichtbaar zijn, kun je het heel compact wegwerken met Tilantia. Dit doe ik dus met een krammetje, maar ik doe het gewoon iets tussendoor. Maar niet te ver over de rand, omdat ik juist het vierkante wil houden in combinatie met het potje met het bovenste gedeelte. En als je dat hebt gedaan, wil ik nog eventjes het extra accentueren met een stukje touw. En dat wikkel ik aan de, om de aspidistra heen. En dan maak ik even een goede wikkeling. En dit doe ik ook aan de andere kant. En dan ga je ook echt het hoogteverschil goed zien. En dat accentueer je alleen maar extra. En dan heb je echt een heel mooi setje bij elkaar, een grote en een kleine. Maar je kan het pakket ook gewoon los bestellen als je er gewoon eentje wil. Dus wil je het pakket bestellen, je kan hem in elke gewenste kleur bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen of ga naar www.uwelnaarbloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Als je gaat voor een andere kleur, kunnen de bloemen heel licht afwijken, maar je kunt op dezelfde manier dit mooie stuk opmaken. En je kan dus kiezen tussen een donker potje of een licht potje. Ik zorg dat deze voor een hele leuke prijs te koop is. Dus wil je dit maken, dan is dat natuurlijk super leuk. En jullie hebben nog een winnaar van mij te goed. Die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij hebt de droogbloemenring gewonnen. En je mag contact met ons opnemen. En dan zorg dat het pakket jouw kant op komt.
Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer eventjes. We zitten bijna op de 5000 abonnees. Echt super gaaf. En bij de 5000 abonnees ga ik iets heel gaafs weggeven. Dus ben je nog niet geabonneerd? Abonneer eventjes op dit kanaal. Kost helemaal niets, maar dan blijf je gewoon op de hoogte van alle leuke video's. En ook alle leuke winacties. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!